Ja, dag Annelien. Wat heb jij meegebracht vandaag? Ik heb mijn grootste barbecue uit de collectie meegebracht voor u. Dat is alvast een heel goed idee. Wilt je daar iets bij drinken? Bij barbecue hoort er wel een wijntje mee. Okay. Jij hebt onlangs een barbecue-bijbel uitgebracht. Ja. Maakt dat jou dan een barbecue-god? Oh, god, dat is een groot woord, hè. Nee, zo voel ik mij zo. Zeker niet. Maar ja, de Bijbel is wel een levenswerk en ik doe dat wel al gans mijn leven, bijna meer dan 20 jaar. Dus, tjing, hè. Dus als je alle dagen barbecueet, ja, dan ken je wel iets van barbecue, maar dan maak je nog geen god, hè. Heeft barbecue nog een uitdaging voor jou? Ja. Ik leer altijd bij. En zeker op reis en in het buitenland, zo doe je ideeën op. Roep op culinair vlak. Hè. Je hebt de sterrenrestaurants, de sterrenchefs. En dan probeer ik dat altijd te vertalen in mijn barbecue. En dat maakt het ook boeiend. Want ja, zoals ik zeg, ik ben al meer dan 20 jaar bezig. En toch zoek ik of vind ik toch iedere keer iets nieuws om nieuwe aroma's, om nieuwe techniek uit te proberen. Ik had onlangs een stukje vis. Ik was rabarber confituur aan het maken. En die bladeren was ik aan het afsnijden. Ik zeg, Tori, rabarberbladeren, dat moet een echte een papillot zijn. Rond de vis bijvoorbeeld. En ik heb dat gedaan en dat was een fantastische smaak. Dus constant in de keuken of in het leven zie je iets en dan wil ik dat in mijn barbecue vertalen. Het gaat in jouw boek van tapas over uitgebreide gerechten tot desserten. Kan echt alles op een barbecue? Alles kan op een barbecue. Ik moet wel zeggen, een garnaalkroketje op de barbecue valt wel tegen. Het lukt hoor, maar de smaak past niet goed bij het kroketje. Maar ik heb toch bijna alles op de rooster gelegd. Ja. In jouw boek staan ook exotische gerechten. Ga je die dan echt halen in het land van oorsprong? Ja, maar tegenwoordig kunnen we al veel krijgen hier in België. Want België is een zeer groot culinair land. Maar ik breng wel zeer veel mee van mijn buitenlandse reizen. Ik heb onlangs uit Thailand wier meegebracht uit de Mekongrivier. En dat was echt prachtig van smaak. Dus dat zijn dingen die niet gekoeld moeten zijn. En al die dingen, kruiden en suikers en zouten en zo. Dat breng ik wel mee van exotische landen, ja. Welk land is volgens jou een barbecue-paradijs? God, er zijn er zoveel. Ik heb in Zuid-Afrika gezeten. De braai is fantastisch. Ik ben 2 jaar geleden naar Argentinië geweest voor de Dakar. Dat is asado. Daar is het overal barbecue, barbecue. En nu in Thailand, op alle hoeken van de straat, op alle steegjes, staan ze met een barbecue, zelfs een barbecuefiets. En ze zijn daar aan het rondrijden met de fiets, met een grote bak, met houtskool. En de kippenbillen hangen daar maar te slingeren. En ook kikkers en zo, en vogeltjes. Maar ja, het paradijs zou toch wel Zuid-Amerika moeten zijn voor mij, ja. Niet België. België ook, maar ja, dat is zo klein, hè. Ik vind dat we het toch eens moeten proberen. En wel, ik zal een lekker hapje klaarmaken voor jou op de barbecue.